Deze highlights worden u aangeboden door Expedia en PlayStation. UEFA Champions League sponsors. Dit kennen we van Inter natuurlijk, snel voorwaarts en verticaal. Maar Lautaro kan de bal niet bijhouden. Slechte controle. En dan kijken we naar Hazard met D'Ambrosio erbij. Dubbele dekking, dat was ook meteen duidelijk. Hij komt er nog uit, Hazard. En het zeven nodig van Handanovic. Mooi overgenomen, die bal door Asensio. Ja, ja. Er is een nieuw letterwoord in de maak bij Real. Ik weet niet hoe je dat dan precies moet uitspreken. HBA zou ik zeggen, zoals vroeger de BBC. Benzema, Bale en Cristiano Ronaldo. Eerst maar eens kijken naar deze tegenaanval. Lautaro Martinez is voor de goal. Het gaat hier naar Perisic. En Perisic, wat doet hij ermee? Kapt zich toch nog vrij. En dat is een vreemde bal. En bovenop de lat nog valt hij. Ja. De kopbal van D'Ambrosio. Nee, van Barella, denk ik. Van Barella, pardon. Van Barella. Raar uitgespeeld. Ja. Martinez met Ramos. Die maakt zich op alle mogelijke manieren breed. Dat doet Martinez goed. En de knal van Vidal. Likte. Leek mij de buitenkant van de paal, minstens het zijnetje. Ja, daar zat Courtois er nog aan. Nee, belangen niet. Helemaal vol in het zijnet uiteindelijk. En dit is gevaarlijk. Benzema, hij is ermee vandoor. Benzema, en hij gaat er 0-1 van maken. 0-1 voor Real. Een redelijke kolossale blunder daarachterin. Leek mij dat die bal weer teruggespeeld. En Benzema maakt het af. En aan het lawaai te horen denk ik dat hij nog de binnenkant van de paal raakte. Maar misschien heb ik dat verkeerd gehoord. Voilà. Ramos komt. En de goal. Onvoorstelbaar toch, Sergio Ramos. De captain doet er nog eens eentje bij. En als mijn cijfers kloppen, is dat zijn 100ste goal voor Real Madrid. Dat is toch fenomenaal. Zoals hij daar wegloopt. Perfecte timing en het wegleggen. Een betere kopbal. En een betere kopbalspecialist vind je niet. Sergio Ramos. Nee, dan maakt het hem niet uit of dat in die eerste zone is of achteraan. Maar hier weer heel goed in die eerste zone. Dit is mooi gedaan en dit is een mooie goal. Ja, fantastisch gedaan. Martinez. En dat is wel lekker voor de wedstrijd natuurlijk. Dat Inter meteen kan weer aansluiten. Hij is er een beetje bij geraakt. En daar aan de buitenkant is het geweldig gedaan van Barella. Recuperatie meteen door Brozovic. Vidal, Lautaro Martinez, Perisic. Dit is het moment. Perisic en erin. Ja, ja, daar vinden ze elkaar dan toch. Ivan Perisic. Allebei een bepaald matige wedstrijd gespeeld. Maar dit doen ze dan toch wel echt lekker. En ze hebben allebei hun doelpunt gemaakt. En Real is zijn dubbele bonus kwijt. Kijk eens waar Varaan staat. 10 meter achter zijn andere verdedigers. Ja.
Valverde diende zich mooi aan en geeft een goede bal voor Vinicius. Benzema voor de goal, niet bereikt. Rodrigo neemt aan en scoort. Oh, prachtige goal, de twee invallers doen het. En Real op 10 minuten van het einde op voorsprong. Er is nog veel werk aan, maar deze knalt hij toch als een doorwinterde aanvaller voorbij. Antanovic, geen schijn van een kans. Deze highlights werden u aangeboden door Expedia en PlayStation, UEFA Champions League sponsors.